Keukenprinsen en prinsesjes leverers van het betere gebakken stukje vlees? Merci voor te passeren en welkom hier bij Hilco Cuisine. Mensen, 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 we zitten wij met de gebakken peren. Lockdown, ze hebben al even de cafés en de restaurants toe gedaan? en daar zitten we, hè? Maar het is niet dat we thuis niet zelf kunnen koken hè? en genieten van het leven. We hebben nu toch tijd, dus we doen er beter iets mee. Dus ik dacht, vandaag ga ik jullie een keer tonen hoe je een stukje vlees bakt op de klassieke manier. gelijk de Fransen dat doen, en ook de Belgen natuurlijk. Maar het is heel simpel. Het is met boter. Je hebt een goed stuk vlees nodig. En waar haalde dat goede stuk vlees? Bijna een goede als je hier van de buurt bent, dan raad ik u aan van langs Van Grambeer te gaan. Ik heb daar een prachtig stukje entrecote gevangen. En jij kunt dat ook doen. Je kunt dat bij hun online bestellen of je kunt gewoon naar de winkel gaan, als ze open is. En dan vraag je, ik heb een filmpje gezien van Ilko, Ilko Cuisine, van een entrecote. Ik wil ook zo'n entrecote. Oh wel, en ze gaan u dat nou met plezier geven. Allee, geven, je moet dat betalen, hè. Nu, over betalen gesproken. Denk nu niet dat die mensen hier mij steksen rond mijn kop smijten om hier een filmpje te maken, hè. Ik betaal dat allemaal zelf, hè. En als ik dat wil kunnen betalen, hè, dan moet de mij ook helpen, hè. Als Gelle wassaus saus en wat zout van mij koopt... ...kan ik een stukje vlees of zo kopen. Of een schoon hè, Of een stukje vis. En dan film ik dat als ik dat klaar maak. En dan deel ik dat met jullie. En zo leren wij van elkaar. Wij helpen elkaar een bekje, En dat is plezant in deze moeilijke tijden. Is dat een, is dat een afspraak? ja? Ik dacht het wel. Hè? Dat, is, dat is een goeie deal. Nu, als jij foto's en zo van mij wil zien... ...dan kun je altijd naar mijn Instagram en mijn Facebook gaan... En ik zal die linkjes hier beneden laten. Hè. En dan kun je gaan kijken en liken. Hè. Je moet dat doen, hè, dat liken. En mij volgen. Hè. Want anders dan zijn we niet de beste vrienden. En dat hebben we toch niet graag. Hè. We, we, we moeten toch vriendjes zijn. Hè. Maar zwart. Mensen, zijn we gereed om naar de keuken te gaan en een goed stukje vlees te bakken? Ik dacht het wel. Hè. Kom, we zijn weg. <middels> werkblad daar zijn we niet veel mee. Dus laat ons het Hilco cuisine Hotzel kleur bijnemen en dat prachtige stuk vlees van Benawara van Granber dat in onze frigo stak. We gaan dat openmaken en ik er goed bekijken. Amai, oh dat is een schoon stuk vlees. Dan nemen we dat potje zout en we frutselen daar wat mee. By the way, als je daar niet mee frutselt, dan ga we dat proeven. Hè? Maar eindelijk krijg je dat open en dan ga je de ene kant van het stuk vlees rijkelijk bestrooien met het Hilco Cuisine hotselt Premier Cru. Laat u wel een keer goed gaan. Hè? In uw eigen keuken moet niet te verlegen zijn. Eén keer als de ene kant rijkelijk bestrooid is, nemen we dat stuk vlees en we leggen dat in een schaaltje met de bestrooide kant naar beneden. De dus Dat dan mag je weg of je mag dat in kader. Dat is gelijk dat jij wilt. En we gaan de andere kant een keer goed zuiden, hè? We nemen dat zout terug en we strooien dat daar weer al rijkelijk op. Je weet het. Niet te verlegen. Eén keer als dat stuk vlees goed vol zout is, dan gaat dat in de friol steken. Voor een uur of twee. Niet bedekt. In een propere frio. Heel belangrijk. Echt waar. Hè? Twee uur. Twee uur later, dat mogen ook drie zijn, nemen we dat stuk vlees uit de frigo en je gaat zien dat de buitenste dat is wat van kleur veranderd en daar ligt soms een beetje vocht op. Nu gaan we een stukje keukenrol geven en we gaan al dat zout, dat vocht en die chilipepers dat in dat zout zit, we gaan dat eraf nemen. Waarom doen we dat nu eigenlijk allemaal? Wel, dat zout gaat ervoor zorgen dat er een klein korstje wordt gevormd. Dat gaat dat, dat vlees van buiten een beetje uitdrogen en dat gaat schoon bakken. En dat gaat wat smaak, wat pepersmaak in die nestek brengen. Denk nu niet dat dat pikant gaat zijn. Hè. Daar is niks van aan. Je gaat gewoon een extra dimensie hebben. Raar, maar waar. De ene kant is wel goed geswanjeerd. Dus we gaan een planksje nemen, een stukje keukenrol. En we gaan een stuk vlees met de goed geswanjeerde kant naar beneden op dat papierje leggen. Dat dat niet terug nat wordt. Hè. En dan gaan we hetzelfde doen als voorheen. Met een stukje keukenrol, dat zout, dat vocht, die je peper, daaraf nemen. Wat ik daar juist niet heb verteld over dat zout, is dat dat stukje vlees ook malser gaat worden als je dat doet. Twee uur, drie uurtjes laten trekken in een frigo, met een goed veel zout op, en dat is ongelooflijk dat verschil. Nu gaan we dat goed geswagneerde stukje vlees nog harder in de watten leggen. We gaan daar olie op doen, en we gaan dat een keer goed masseren. Hè? Dat stukje vlees, dat verdient wel liefde, alvorens dat we dat in de pan gaan smijten. Want als je het nog niet wist, liefde is na tijd het belangrijkste ingrediënt in de keuken. Nu, ene keer als een stuk vlees blij is, met die massage en al, gaan we dat een half uur tot drie kwartier laten liegen. We gaan het gewoon laten liegen. We gaan er niks aan doen. Ondertussen trekt de een flesje wijn open, je juurt een keer van een glasje wijn en je geniet. Je geniet van het leven. Maar tussen alles even door, waarom doen we dat nu? Wel, dat vlees dat moet een beetje op temperatuur komen. Dan moet we dat minder lang bakken en dat gaat veel beter zijn. Over een pan gesproken, je neemt een goeifonte pan. Of een andere goeizwaar pan, als ze maar zwaar en heet is. Dan gaan we dat stuk vlees met de geoliede kant naar beneden in die pan leggen. Eén keer als dat stuk vlees in die pan ligt, gaan we daar afblijven. Voor twee minuten niks aan doen. Die pan gewoon volle charge en niks doen voor twee minuten. Heel belangrijk. Na twee minuten gaan we een fles olie pakken dat bijna leeg is. En we gaan die aan de andere kant een bekken masseren. Steek u pollen niet in die pan. Hè. Enkel dat stukje vlees aanraken. Want anders gaat u lelijk verbranden. Maar je geeft dat een goede coating met olie. En dan gaan we dat stuk vlees. Dan is dat twee minuten verder. We gaan dat gewoon 45 graden draaien. Met de zelke kan naar beneden. Dat is niet moeilijk. Hè. Draaien. Ene keer als je dat vlees een slag van 45 graden hebt gegeven. Dan gaan we dan nog een minuutje afblijven. Een minuutje wachten. Dus in totaal bakken we ene kant drie minuten. Dat is niet moeilijk hè. Drie minuten bakken super hete pan. Dat is. Het. Ja, voor die kant is dat toch zo, hè? Dan na drie minuten draaien we dat om en zien een keer hoe schoon, hoe schoon dat die karokens daar nu in staan. Hè? Met dat 45 graden draaien krijgen deze mensen, nu dat, dat stuk vlees is omgedraaid, gaan we daar weer afblijven voor een minuutje of twee, hè? Want anders zijn die karokens niet zo schoon, hè? En wat hebben we graag? Schoon karokens. Het oog wilt ook wat. Nu ondertussen blijft die pan maar heter en heter worden, dus die sta lui het, die pannen. Dus je moet een beetje opletten nu. Ik ga nu, anderhalf minuut later, dat stukje vlees weer een slag geven van 45 graden. En omdat die pan zo zwaar is en veel hitte kan vasthouden, ga ik die nu op minimum zetten. Die hitte dat daarin zit, dat is genoeg voor dat vlees die karokes schoon te krijgen. Echt waar. Dus na die een kwartslag nog een minuutje laten gaan. En dan gaan we een stukje keukenrol nemen. Een stukje keukenrol, vraagt u af? Ja. Met dat stukje keukenrol gaan we dat verbrand vet wegnemen. We hebben daarnet het vuur heel laag gezet. Dus die pan is nu ondertussen ook wat minder heet. Mensen, verbrand je vingers niet als je dat doet. Hè? Zijn voorzichtig. Hè? Niet zo zot gelijk als ik. Maar zwart. Dat vet dat moet eruit. Want die pan, daar gaan we nu boter in doen als dat een loe hete pan is en je smet er boter in, gaat die boter verbranden. Dan komen daar zwarte spikkelkes in en dat is niks als een miseren in uw mond. Dat is wat bitterheid. Dat is niet lekker, hè? Verbrande boter. Van verbrande boter, daar worden wij niet blij van. Dus we willen dat niet. Ik ga nu stoppen met zagen over die boter, maar je ziet, boter, dat ligt nu in de pan hè? een dikke klomp. Als je de juiste hoeveelheden wilt weten, dan surf je even naar mijn website. Ik laat die in een link hier beneden. Dan kun je daar een keer even heen gaan als je wilt zien hoeveel en wat juist. Oké. Okay? Je hebt gezien, we hebben daar ook wat stokjes in gesmeten. Dat zijn niet gewoon stokjes uit een bos. Hè. Dat is eigenlijk gewoon gedroogde tijm. Dat in een zo zo'n plastieke zakje zit en je gruzelt er altijd mee dat die blaadjes eruit vallen. En dat, dat zijn die stokjes hè. je moet die niet wegsmijten. Hè. Je kunt die hier perfect gebruiken. Naast stem gaan we er ook wat peper op doen. Ik gebruik peper van een heel hoge kwaliteit. Kwaliteitsvolle peper. Iets anders komt in mijn kot niet in, minstens. De Gust van Gust Contoir, die verkoopt goede peper. Ga daar maar langs. Nu zeezout. Zout van de zee. Dat streur je daar ook over. Dat is zo van die dikke, met alle mineralen nog in. Hè? Dat is de goede zout. Hè? Je kunt daar ook perfect heel cuisine hotzold op doen. Dat is gelijk dat jij dat wilt. Als je dat nu wat pikanter wilt, heel kokwijs in dat is wat je nodig hebt dan. Nu, die boter is bijna helemaal gesmolten. En dat hebben we graag. Je ziet, die is goed aan het schuimen, maar die verbrandt niet, hè. Dat wordt niet bruin of zwettend tuchelboter, hè? Gewoon schuimende boter, dat hebben we graag. We nemen een potje dementiers. We schudden daarmee, we gaan dat open doen en we gaan enkele druppeltjes toevoegen aan die gesmolten boter. Je moet geen schrik hebben aan mensen. We gaan uw kopper niet afblazen, we gaan gewoon een extra dimensieke daarin steken. Dat gaan we doen met die dementiers. Dat is een groot potje. Maar je gaat er heel lang mee doen. Hè? Tenzij dat je een chili hebt en daar ik weet niet hoeveel gaat inkappen. Maar dat mag ook. Hè? Al de smaakmakers die we nodig hebben zitten in die pan. En nu gaan we twee lepeljes nemen. Of één grote. En we gaan dat stukje vlees aronceren. Arrosseren, hoor ik u denken. Wel, arrosseren, dat is eigenlijk gewoon het stuk vlees bedruipen met gesmolten boter. Verse, lekkere, gesmolten boter. Daar gaat dat stuk vlees ten goede komen. Echt waar. Ongelooflijk. We nemen die stokjes, we leggen die op dat stuk vlees en we doen verder. Arrosseert u maar eens lekker door. Maar meneer Ike van Ilko Cuisine, wanneer is dat stuk vlees nu goed, hoor ik u afvragen? Wel, dat is heel simpel. Je kunt gokken of je kunt een thermometer nemen. En je steekt die thermometer in het dikste stuk van dat stuk vlees. En als die een 50 graden meet, dan is die in een goed, dan is die in een schoon signaal. Dan neem je die pan weg van dat vuur en je laat dat even rusten. Adam nu liever bleu Dat bleu chaud, dat is tussen de 40 en de 45 graden. A point, dat gaat eerder naar de 60 zijn. En alles daarover, dat is foutu. Hein? Foutu, dan noemen ze ook al wel een keer bien -cuit in de keuken. Maar zwet, dat vlees, dat moet rusten. Dat is heel belangrijk. Als dat niet rust, dan is dat zo taai als de donderste van uw schoonzolen. En dat willen we ook niet met al die tijd dat we daar hebben ingestoken. Hè? Dus dat vlees dat moet rusten. We gaan dat stuk vlees uit de pan nemen. We sukkelen een beetje, we leggen dat in een bordje En dan gaan we een keer goed roeren in die boter. Dan gaan we die boter een beetje over dat stukje vlees leggen. Nu, waarom moet dat vlees nu rusten? Wel, daar zit onwaarschijnlijk veel spanning op door die hitte. Als je dat 5 à 10 minuten laat rusten, dan gaat dat vlees relaxen en het pak malser en zachter worden. Veel beter om te eten. Terwijl dat dat stuk vlees goed aan het chillen is, gaan we daar een beetje goede peper op doen en wat zeezout. Als je dan nu liever wat pittiger hebt, dan neem je dat heel wie zien, en dan doe je dat erop. Heb je dan niet graag pittig, pakte gewoon dat goede zeezout. Geen probleem. Mens, mag ik u één ding vragen? Ga hieronder, zie je jij daar staan abonneren, hè? Als je dat doet, dan kunnen we een beste vriend worden. En daarnaast staat de belletje. Als je wilt weten wanneer er een nieuwe video geüpload is, dan krijg je daar een melding van als je daarop drukt. Is dat niet geweldig. Nu ondertussen zijn we 5 à 10 minuten verder. En het is tijd om dat vlees te gaan aansnijden. Dus we nemen een snijplank. We nemen een scherp mes en een vork en we leggen dat vleesje op die snijplank. En dan gaan we dat weer onder een hoek van 45 graden ongeveer aansnijden. In schoon plakjes, Niet te dun, niet te dik. Gewoon wat je graag hebt. Als je dat te doen doet, dan gaat er veel vocht verliezen. En dan kan dat wat droog worden. Dus, ja, medium snijken. Onder de noek. En dan, dan, dan is dat feestmaal klaar. Hè? Wat kun je hier nu bij eten? Wel, alles wat je zelf wilt. Je kunt daar een saus bij maken. Frieten. Kroketten. Eh, tomaten met een slaatje. Alles wat je wilt. Mensen, zij lief voor elkaar. Ik hoop u van volgende week terug te zien. Als ik u niet terugvrie, dan ga ik ik wenen in een hoekje. En dan kan niemand blij zijn. Allee, mensen, ciao ciao. Bye bye. En merci om langs te komen. Tot volgende keer. Dag.